Net Vermeer kan het binnendoor spelen. Doet het met een boogje richting Bataille. Daar Mouya met veel vrijheid. Vindt hij iemand? Jazeker! Dat is een fraaie goal. En daar hebben we het al. Vincent Janssen breekt de bal. Vandaar kon hij nog moeilijk missen. Maar dat is gewoon alweer net zoals die goal op het Lisp. Geweldig goed gevoetbald van Antwerp. En binnen de eerste 5 minuten heeft Janssen al een zelf geantwoord op de vraag of het... Afrakende Janssen. En een goede bal naar de buitenkant voor Mouya. Steun van Bataille. Ja, en Canoes is niet gevolgd. En Bataille legt terug. En hier Bellequisa 2-0. Ja, El Canoes liet Bataille daar helemaal lopen. En het gaat pijlsnel voor Antwerp. 2 kansen, 2 doelpunten. En 2-0. Nauwelijks 10 minuten spelen. Mouya tegen de zijlijn. En begint daar wel met Bataille, die geweldige paas. Ja, goed verlegd dat spel in eerste instantie door Janssen. Maar hier nu een gelijkaardig paasje. Althans een beetje van de grond deze. Op Bataille van Mouya. En nu kiest Bataille voor de man voor de teruggetrokken paas. Maar op de laat misten hem nog in eerste instantie of schampten hem. Maar wel tot bij Bellequisa. Het voordeel natuurlijk van daar met volk altijd voor de goal te zijn. De tweede malen doen ze dat zeer goed. Hè? En doordringen tot aan de achter. Bellequisa. Vlag is voorlopig beneden gebleven. Jans is voor de goal. Bellequisa trapt hem gewoon zelf binnen. En het is toch offside, zegt assistent. Was al heel veel vrijheid. Dus dat zou straf geweest zijn. Moest Genk zich daar aan. Als er effectief buitenspel was, denk ik het. Maar, kijk eens. Ja, daarboven. Achter Jaga. Ja. Ik denk het niet, Peter. Het zal nog even...